Hallo en welkom bij Pols Model Train Staff. Vandaag heb ik weer een aanvulling op mijn ICE collectie. Ik heb hier een ICE van Roco. Aangezien het één motorwagen is met een tussenwagen en een eindwagen, wat geen motorwagen is, is dit dus een ICE 2. Ik zou het waarschijnlijk ook kunnen zien aan de nummers hier. Maar die ken ik niet goed genoeg. Hij is helaas schaal 1 op 100. Maar ik ken geen ICE 1 of 2 modellen voor gelijkstroom op schaal 1 op 87, de correcte schaal. Dus deze zijn wat minder lang dan wat ik zou willen. Maar ja, mocht je me willen corrigeren omdat je wel weet dat die er zijn en welke het zijn. Ik hoor het heel graag, want ik ben wel een beetje benieuwd en op zoek. Hier liggen nog wat slipbandjes. Die gaan dan even uit de weg. Die hebben we hopelijk niet nodig. Zo. Ik ben met name benieuwd wat zit erin. Want hij is net binnen. En als het goed is, is hij digitaal. En als het goed is, rijdt hij. Dus ben benieuwd. En als ik hier zo naar kijk, dan heeft de boel in ieder geval wat smeer nodig. Hier zit de twee anti-slipbanden, dat is mooi. En ik denk dat dit er eentje is met de kap eraf laten glijden. Zoals een oude Lima. Helaas heb ik vandaag niet de nagels mee. Ik zie nergens een schroef zitten. Dus dat is toch mijn beste gok. De oude vertrouwde tandenstroker. Dus proberen of ik die ergens in kan steken. Dat het ook effect heeft. Want hier doet het niet zoveel. Ja, ik zie hier al een. Ja, hier zie ik een clip. Daar zit ook nog een clip. Hier eentje. Daar zit nog een clipje. Hier zit nog een clipje. En dan hoop ik nu dat ik ze allemaal heb. Waarschijnlijk zit er hier achter ook nog een clip. Oh, ja, kijk eens. Daar begint het al. Nee, alleen hier. De plekken waar ik het zag zit een clip. De kap gaat even opzij. Die hoeft verder niet beschadigd te raken. Zo. Ja. In dit grappige bakje zit inderdaad een decoder. Uit. Ik zou zeggen 2008, maar het lijkt me niet. Er is geen maand 64. Sorry, 46. Oké. De gloeilampen zitten er nog op. Daar zou ik wat aan kunnen doen. Hier zitten ook kruiselings lichtgeleider, zodat als wit brandt dat hij de licht ook oppikt en naar de andere lamp stuurt. Dat is grappig gedaan. Deze is verder helemaal passief. Dit zijn dus
de koppelingen, wat in feite een NAND-schacht, NAND-koppeling is met een stukje, gewoon een lange NAND-koppeling en twee NAND-schachten erin. Ik zie hier ook geen schroeven, dus ik verwacht dat dit ook klikwerk is. Maar die laat ik even voor wat het is. Deze heeft natuurlijk ook verlichting. En dus ik ben wel benieuwd of die verlichting, ja, er zit hier ook stroompick-up. Hoe en wat daarin zit en hoe dat werkt. Zelfs een ruimte voor, zou ik zeggen, voor een speaker. In ieder geval voor koeling, eens kijken. Hoppa. Oké. Waar zit ik nu naar te kijken? Ook weer de gloeilampen. En dit lijkt wel de vorm te hebben van een speaker. Zou daar dan een geluidsdecoder in zitten? Het is inderdaad een speaker. Dat is grappig. Nou is alleen de vraag op welk adres zou deze zitten. Want meestal zit een speaker zit allemaal een geluidsdecoder. Nou moet ik zeggen dat hier niet bijzonder veel IC's en chips op zitten. Dus ik ben benieuwd. De neus. Zo. Zou het een goed idee zijn om deze op een analoog spoor te zetten? Vast niet. Dus dat doen we dan. Nou, dat is één lamp. Dat is de lamp de andere kant op. Dat gaat goed. Dan ga ik toch eens even zoeken wat hier. Wat dit voor elektronica is. Of dit alleen maar voor analoog rijden is. Of dat dit. Maar dan had ik nu geluid verwacht. Of dat dit ook digitaal is en dat er dan wel geluid uitkomt, maar nu niet. Het internet zal hier wel raad mee weten. Kijk, ik was vergeten dat het licht aan moest. Maar nu heb ik schakelende front- en sluitverlichting. Er zit ook geluid op. Een deurensluitpiepje en een ander piepje. Dat is niet veel. En ik heb hier niet de controls om hem nu te laten piepen. Maar, even kijken, voorwaarts, als ik jou er nu bij kan zetten. Kom aan jongen, dat is geen kortsluiting. Zo, zit hij nog net in beeld? Hij zit nog net in beeld. Hebben we mooi de verlichting wisselend. Het is alleen een heel erg lichte wagon, dus ik denk dat hij nogal zal knipperen met het rijden. Daar gaan we achterkomen. En even de juiste botsneus overal weer opzetten.
dicht doen en natuurlijk een rondje rijden. Ik zie nu twee problemen bij deze trein. De eerste is dat op een aantal plekken waarschijnlijk een probleem is met de stoomtoevoer op mijn baan. Die voor de meeste locomotieven geen probleem is en voor deze net wel. Dus dan valt die uit. En de tweede is dat ik grootste moeite heb om hem te laten kruipen. Ik kan dat wel doen vanaf snel rijden, dan naar langzaam. Maar andersom lijkt hij niet genoeg kracht te hebben om de motor in beweging te krijgen. En zo hoor ik hem langzaam zoomen, maar hij gaat nergens heen. Nog steeds niet. En dan, dit is eigenlijk te snel. En ook hier is het stuk van de baan waar hij af en toe de verbinding verliest. Ik vind het een leuke aanvulling op de collectie. Nu nog een paar extra tussenrijtuigen, want hij hoort eigenlijk een heel stuk langer te zijn. Bedankt voor het kijken en... laat weten of je nog een ICE 1 of 2 weet die wel op echte lengte is. En niet 1 op 100. En graag tot de volgende keer.